We zijn hier op de Kardinaal Frenkschool in de Tarthorst. En we zijn hier om te kijken naar een musical. Heksen van Roald Dahl. Maar er is niet zomaar een musical, er zit een filosofie achter. Naast mij zit Rob Vullings. Rob, wat is... Je bent ouder van deze school. Ja, je jongste dochter zit nog op school. Wat is Kat? Kat is een initiatief van ouders en leerkrachten. Om leerlingen zich te laten ontplooien in buitenschoolse vakken. Want ze zijn vast wel ergens goed in. Soms zijn ze niet zo goed in rekenende taal, maar wel in toneel of muziek. En dat willen we ze bieden, zodat ze daardoor wat meer zelfvertrouwen krijgen. Waardoor de schoolse vakken ook goed gaan. Kat, Cardina Alfrink Theatergroep. Wat moet ik me erbij voorstellen? Kinderen van welke groepen doen er mee en wanneer oefenen jullie? De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 doen mee. We oefenen in principe iedere vrijdagavond vanaf oktober. Van 6:45 tot 7:15. Dan hebben we nog 2 doorlopen en een generale repetitie. De doorlopen zijn op zaterdag. De generale of op donderdag of op vrijdag, afhankelijk van een studiedag. En dan 2 voorstellingen op zaterdag. 2 keer 2 voorstellingen op zaterdag zelfs. Worden die voorstellingen goed bezocht? Ja, over het algemeen wel. Meestal wel uitverkocht huis. Oh, uitverkocht ook nog. Hoe zijn jullie gekomen bij het verhaal van de heksen van Roald Dahl? Ja, we moesten weer een musical kiezen en dat wordt steeds moeilijker. En deze hadden we nog op de plank liggen. Ja. Dus die was heel leuk, vonden we. En we hebben het nu weer gedaan en met een hele andere bezetting natuurlijk. Want het is, ik weet niet zeker, maar 1 jaar of 7 geleden hebben we hem de eerste keer gedaan, hebben we nu. En dan zie je toch dat een nieuwe groep kinderen toch weer een hele andere invulling eraan geven. En wat doen de ouders? Ik bedoel, ik zie hier heel veel ouders rondlopen. Een van die mooie jasjes, zoals jij het ook hebt. Wat doen jullie als ouders met Kat? Ja, wij doen eigenlijk alles. Van regie tot decors knutselen, catering, smink, kleding maken. Alles. Hoe belangrijk vind jij zoiets, zo'n theatergroep, voor deze school? Ik vind het heel belangrijk. Want je moet de school toch wel iets meer bieden dan alleen maar lesgeven. En bij zo'n theatergroep zie je gewoon dat het samenwerk is. Want ja, op school ga je toch voor je eigen cijfers, voor je eigen gebeuren. En hier werk je dus met groepsoverstijgend samen. En het wordt ook gewoon gedurende het seizoen wordt het gewoon een fantastische hechte groep. En dat is super. Hoe komen jullie aan de muziek? De muziek wordt meestal toch wel zelf gemaakt door de Twan en in het verleden Rien de Narend. Marleen. Ja, dat zijn ze eigenlijk wel. Dat zijn echt mensen die wat kunnen. Ja. Bedankt. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de katvoorstelling Heksen. Dat gaat heel spannend worden. Maar wist u trouwens dat ik ze niet van hun mobieltjes houden? Ik zou ze maar snel uitzetten. Anders dan lopen er straks nog allemaal andere muizen en andere ongedierte rond in de zaal. Maar nu de voorstelling. Hij begint heel zielig. Als Boy bij zijn opa en oma logeert, krijgen zijn ouders een auto-ongeluk en overlijden. Sindsdien woont Boy bij zijn opa en oma. Zo zielig! Maar natuurlijk niet.
als heksen zouden uitzien als heksen, was het maar al te makkelijk om ze te vangen en door het vleesmotor te draaien. Maar kijk, dat is een goede tip. Een heks draagt handschoenen. Mama droeg ook handschoenen. Ja, maar toch niet in de zomer, als het warm is en toch al niet in het huis. Zo is het alleen echt een heksen. Waarom? Omdat een heks geen vingernagels heeft. Ze heeft dunne gekromde klauwen zoals een kat. Nog iets anders, oma? Tweede tip. Een heks draagt een pruik. Een echte heks is altijd kaal. Afschuwelijk! Walgelijk. En door die pruik krijgt ze vieze zweer op haar hoofd. Pruik op hand en dat. En het jeukt verschrikkelijk. Heb je iets anders? Grote neusgaten. Waarom? Daarmee kan het vieze jukjes zoals kinderen wegsnijden. Dank je voor mij ook vieze jukjes? Nee, voor mij gaat het gewoon normaal. Maar voor een heks raak jij, raak bij alle kinderen, naar verse hondenpoep. Hondenpoep. Niet te geloven. Dus, als je ooit een vrouw op straat een neus niet dicht knijpen terwijl je langs zijn loopt, dan kan je ook niet donder zeggen dat het die hond is. Laten we nu eens haar voeten gaan bekijken. Dood normaal als je het mij vraagt. Dat dacht je maar. Een heks heeft geen tenen. En tenslotte, een heks in blauw speeksel. Zo, mijn jongen, nu weet je hoe je een heks kan herkennen. Rode zee, Noordzee.
geen jas. Want jullie worden niet veranderd in muizen. Want alle heksen van Nederland, voor zover we weten,
Wat zijn we allemaal in muizenvallen? Dus kunnen ze jullie niet meer veranderen? Hebben jullie niet geluk hier vandaag? Ja, en vader is natuurlijk ook hartstikke mooi, hè? Dus als je nog een keer in een dierenwinkel komt, wie weet. Als er een beetje met een rood tongetje rondloopt, een meisje. Jongens en meisjes, jullie waren echt fantastisch. Jullie hebben weer een geweldige musical neergezet. En het lijkt wel dat het elke keer weer beter gaat. Dat is ongelooflijk. We zijn hier al echt vreselijk lang mee bezig. Bijna 60 uur hebben we al zitten oefenen. En dat is alleen maar het oefenen, hè. Dan is ook nog niet repliciteiten uitzoeken en liedjes thuis nog even oefenen en dat soort dingen. Uur hier op school al ongeveer 60 uur. Dus dat is vreselijk lang. En je kan zien, het heeft een resultaat gehad. We hebben een groot applaus voor de kinderen. Het gaat alleen de grote kinderen. En van die mooie disco-jasjes en strikjes. En dat zijn alle begeleiders. Die hebben wel ontzettend veel hulp gehad. En dat is heel erg nodig geweest. Er is gesmied, er zijn bloemen gekocht, er zijn decorstukken gemaakt. Noem maar op. Wat hebben we allemaal gedaan? Ik zou het hoofd weer. Dat hebben ze zelf gedaan. We hebben heel veel hulp gehad. Daar ben ik ontzettend blij mee. En daarom wil ik dat de grote mensen ook nog even een applausje geven.